Een delegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi bracht het afgelopen weekend een bezoek aan het district Nikeri. Het staatshoofd heropende in het boven Nikeri Wayambo-gebied de Awara-sluis, die ervoor zorgt dat zoet water naar de Nikeri-rivier wordt geleid, zodat de rijstvelden genoeg water krijgen. Het staatshoofd plaatste de renovatie van de sluis in het licht van het oplossen van de problemen binnen de rijstsector en het streven van de regering om het ingezaaide areaal te verdubbelen naar 40.000 hectare per seizoen binnen 2 jaren. De vertegenwoordiger van de aannemer drukte de gemeenschap op het hart zuinig om te gaan met de sluis die al langer dan 10 jaar stil lag. Minister Plalat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaf aan dat het renoveren van deze sluis niet van leien dakje is gegaan. Vooral in de regentijd waren de werkzaamheden moeizaam. Hoe jullie met moeite 2 containers hebben laten zakken daar in de coupure. En wij begonnen alle aan de bel te trekken, zien het ons aantreden. De coupure was toen niet zo breed. Maar het werd steeds breder en breder. Maar ik denk dat we nu op tijd waren, net op tijd. Want anders zou alle bos eromheen ook wegspoelen. En het zal maar nog groter worden en duurder worden. Er is inderdaad veel kritiek geweest. We moeten nu met alle spoed het water hier dichten. Dat het weinige dat nog naar binnen stroomt vanwege de grote droge tijd. Dat alle water, elk druppel nu richting Nikeri wordt gestuurd. Omdat wij daar, behalve Pompgemaal Wageningen. Er zijn nog een aantal boeren daar langs de Nikeri rivier die direct water trekken uit de Nikeri rivier, maar die nu met zoutwater zitten. President Santokhi geeft aan dat hij elke maand naar Nikeri gaat om projecten uit te voeren. Nikeri moet de echte eerste stad worden en geen tweede stad. Ondanks de aanstaande ontwikkelingen moet de rijstproductie behouden worden. Echter zal er van de traditionele wijze van verbouwen afgestapt moeten worden naar een volgens de moderne technologie. Het masterplan is dat Nikeri strategisch een heel belangrijk district is in het kader van olie en gas, meent het staatshoofd. En waarom is die gas bijzonder belangrijk? Nikeri. Omdat we, het is al gelaunched, ik weet niet of jullie op de website gezien hebben, maar die launch is gisteren geweest. Van die expression of interest voor bedrijven, nationaal, internationaal, multinationals, die geïnteresseerd zijn in West-Suriname bauxiet project. Bekend maakt zal ik. Het gaat om een hoeveelheid van bauxiet voor de eerstkomende 80 jaar. En daar hebben we energie nodig. Niet zoals vroeger geprojecteerd wordt die hydro, waar je grote delen van land onder water moet brengen, met impact naar je buurlanden, die goedkope energie van gas aanwenden. Volgens het staatshoofd worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een internationale luchthaven in Nikeri. Er wordt in de landbouw geïnvesteerd en ook jongeren worden gestimuleerd hiervoor te kiezen.